We gaan vandaag lekker grillen. En dat doen we vandaag op de Big Fred met een rotisserie. En we maken vandaag porchetta en dat gaan we binnen even voorbereiden. Maar wat is porchetta? Varkensvlees! Dit gerecht hier komt uit Italië en in Italië flikkeren ze hier dan allemaal gehakte kruiden en smaakstof op. En dan gaan ze hem gewoon helemaal zo oprollen, heel strak. En dan binden ze hem vast. En dan gaan ze dit stukje heel langzaam garen op de barbecue of in de oven of op de grill of een rotisserie. Weet ik veel wat ze doen. Dan krijg je een krokant buitenkantje en de binnenkant is super sappig. Zit allemaal laagjes smaak in. En is gewoon fantastisch voor je mondje. En dat gaan we ook doen vandaag. We gaan dit stukje buikspek gaan we langzaam garen. En dat doen we op de Big Fred buiten, op de barbecue. En daar heb ik deze unit voor. Dit is echt, kijk dit dan. Kijk dit. Dit is een rotisserie. Op de barbecue die ik heb buiten kan je een motortje zetten zo. Kijk, met stroompje en shit. Doe je zo je stukje buikspek. Zit straks hier zo op. Kijk, die kun je zo losmaken. En dan kun je zo tjekken in de rotisserie. En dan gaat hij zo heel langzaam gaat hij ronddraaien. En als het dan klaar is, hebben we een super crispy stukje porchetta met sappig van binnen. Pleuren op een broodje met een beetje mozzarella. We maken een lekker uienjammetje erbij, past er heel goed bij. En dan hebben we straks een van de lekkerste broodjes die je zo in je mondje kan doen. Ons stukje buikspek gaan we helemaal op smaak brengen met allemaal verschillende soorten kruiden. Allemaal verschillende soorten lagen met lekkere smaakjes. We snijden straks een soort van open als een soort van boek. We maken een buikspekboek en dan smeren we heel de tyfussooi in met een lekkere marinade slash pasta achtige shit. Kijk, ik heb hier 5 teentjes knoflook. Die sla je een klein beetje plat met een messie en die ga je gewoon heel fijn hakken. Ga je er even nog een beetje doorheen zo. Kijk. We hebben hier 3 soorten kruiden. We hebben salie, rozemarijn en tijm en dan gebruik je van elk ongeveer 4 stokjes. 1 takkie, 2 takkie, 3 takkie, 4 takkies salie en die ga je ook al een klein beetje fijn hakken. Zo, en die schuif je bij je knoflook. Rosemarine. Die pak je gewoon zo beet en die rit je zo eraf. Als je 2 volle takken rozemarijn hebt, is dat genoeg. Heb je kleintjes, gebruik er dan 4 half handje rozemarijn. En die ga je ook gewoon even, ook gewoon heel licht even met een messie erin. En heb je hier tijm. Kijk, huppatee. En daar rit je ook zo de blaadjes vanaf. Kijk, pak je zo beet en dan rit je zo. Kijk, en heb je hier allemaal blaadjes. Yeah. Oh my god. En dan zorg je ook dat je ongeveer 4 takken tijm haal je zo de blaadjes vanaf. Tyfuswerk is dit, hè? Toch helemaal geen zin in. Ook een beetje grof doorheen. Al je kruiden en je knoflook hak je gewoon even door elkaar. Dat is helemaal gedaan. Wat gaan we doen? Hele witte peper. En dat doe je zo 2 eetlepels. Doe je zo 1 en 2. Doe je in een vijzel. Daar doe je kruiden in en die kan je fijn malen. Venkelzaad. Doe je 2 eetlepels venkelzaad. En dat is 2. En je knoflook, je salie, je tijm, je rozemarijn. Al die crap die pak je beet. En die flikker je bij je vijzel. Heb je dit nou niet? Zorg dat je een kruidenhakmachine hebt of zo. Pak je je stokje en dan ga je zo al je kruiden en je knoflook ga je mengen met elkaar. Totdat je peper en je venkelzaad ook een beetje gemalen is. Hebben we hier 1 sinaasappel en we gaan de 6 van de sinaasappel, die gaan we raspen. Die doe je erop. Kijk, en als je ongeveer dit krijgt, dan moet je stoppen en dan moet je door naar het volgende stukje. En zo ga je heel je sinaasappel langs totdat je alle 6 een beetje eraf heb gehaald. Zo, en als je ziet, kijk, heb ik heel de sinaasappel helemaal gezest. Gaan we de boel nog even een beetje door elkaar heen. En dit ruikt al echt fantastisch. 1 theelepeltje kaneelpoeder en die flikkeren we ook erbij zo. 1 eetlepel grof zeezout en dat gooi je ook gewoon in je vijzel erbij. 40 ml olijfolie, 60 ml sherry. En die gooi je gewoon zo erbij. Ik ga er echt een soort papje van maken. En je pasta marinade dingetje is helemaal klaar. Kijk dan, kijk hoe lekker. Hebben we hier zo ons stukje buikspek. Kijk hoe mooi stukje. We gaan hem een soort van open snijden en we gaan hem breder maken. We gaan hem openklappen. Pak een scherp mes en je gaat in het midden van je buikspekje ga je een sneetje doen. Maar niet helemaal doorsnijden, nee. Je gaat ongeveer tot de helft. Dus je pakt een beet. En je gaat ongeveer zo. En dan snij je hem in. En dan snij je hem eigenlijk open. Als een soort boek. Nu bij de andere kant doe je precies hetzelfde. Snij hem open. En heb je eigenlijk een soort spekboek. Zie je? Kijk. Heb je 1 flappie. Heb je nog een flappie. En dan hebben we hier onze
pastaatje. Gewoon met je klauwen. Kijk, kun je hem gewoon een beetje beet pakken. En dan doe je het erop en dan smeer je hem even helemaal in. Hoeft niet een hele dikke laag. Kruiden moeten gewoon een beetje verspreid zijn. Dan ook een beetje zo aan die buitenkant. Kijk, dan klap je hem gewoon dicht. Nu pakken we de overige kruiden en die flikkeren we er bovenop. En dan flikker je daar ook allemaal kruiden overheen. Wat lange stukken van je slagerstouw ga je afknippen. Een halve meter of zo. En dan knip je ongeveer 4 van zulke lange stukken knip je af. We gebruiken deze stukjes touw om onze porchetta op te binden. We gaan er een rollade van maken. Zodat alle smaken erin blijven en de buitenkant lekker krokant kan worden. Dat doen we als volgt. We moeten hem zo strak mogelijk oprollen. En dan pakken we zo'n slagerstouwtje. En die leggen we eronder. En dan gaan we hem proberen te binden. En dan gaan we hem met een bepaalde knoop doen. En dat komt helemaal goed. En let op. Onder je spekkie doe je alvast een touwtje. Precies in het midden van je spekkie leg je hem neer. Je begint altijd in het midden met knopen. En probeert hem zo strak mogelijk op te rollen. Je pakt het touwtje, andere touwtje ook. Leg je touwtje zo neer. Maakt niet uit als het aan de zijkant eruit loopt. We gaan een knoopje leggen. 2 stukjes touw. En dan pak je zo je wijsvinger. Die doe je eronder. Je buigt je vinger en je maakt een lus. Kijk, zoals dat. Stop je duimpje bij je wijsvinger, dat je hem groter maakt. En stop dan het kortste draadje. Stop je erin. En die pak je beet, trek je hem aan. En dan heb je hier zo 1 rolladeknoop. Kijk, kan je hem super strak. Oh, of je trekt hem kapot, dat zou ook nog kunnen. Hoppatee, ik ga het nog een keer laten zien. Touwtje aan de bovenkant, touwtje aan de onderkant doe je aan die kant. Pak je je wijsvinger, doe je zo. Maak je een lus, doe je je duimpje erbij. Doe je erin en heb je hier zo 1 knoopje. Hoppatee. En dat is 1. Zie je? Zo makkelijk is het. Heb je hier nog een touwtje? En die doe je dan aan de buitenkant. Knoopje. Hupte. Nog een stukje touw. Doe je nog even een knoopje erin voor de zekerheid. Kijk, en dan heb je in ieder geval hier al een opgebonden porchettatje. Kijk. En denk je nou bij jezelf van ja, hartstikke leuk Nick dat opknopen, maar ik weet nog steeds niet hoe het moet. YouTube, internet staat er helemaal vol mee met allemaal verschillende andere manieren om op te binden. En dan krijg je, dames en heren, dit. Maar wat gaan we doen? We gaan hem nog eventjes een nachtje eventjes laten marineren. Duw hem even in keukenfolie en dan heb je hier gewoon 1 heel mooi opgebonden stuk porchetta. Kijk dan. En dan gaan we morgen, steken we er een stok in en dan gaan we hem rotisserie-stijl, gaan we dit stukje vlees lekker maken. Day 2. We gaan ons barbecue voorbereiden. Doe hem even dicht. En dan heb je 1, 2, 3 vlammetjes. En we gaan indirect. Dus we willen niet dat de vlammen direct op ons eten gaat. Nee, we willen indirecte hitte. En we gaan in het middenvlam, willen we die indirecte hitte hebben. Dus die zetten we niet aan. Maar wat we wel gaan doen, is die buitenste zetten we aan. En die buitenste zetten we aan. Zit hier onze porchetta. En die gaat zo in de midden. En die zit boven, niet vlammetjes. Indirect. Doe hem dicht. En dan laat je je barbecue 160 graden worden. Maar hoe werkt de rotisserie op dit ding? Heb je hier een motortje, kijk, en die kan je hier zo. Huppatee. En dan gaat die in het stopcontactje. En dan komt alles helemaal goed. We gaan onze porchetta rijgen aan deze rotisserie stok. Steken we dit lange ding, steken we zo erin. En dan doen we een haakje erop. Nog een haakje, komt helemaal goed. Ik ga het laten zien, let op. Pak je je hele grote stok. En die steek je zo in het midden. Steek die erin. Huppatee. Zorg dat hij in het midden blijft. Zo. De haakjes met de spikes. Zo. Dan heb je nog de andere kant. Heb je hier een andere haakje? Die duw je zo erop. En die steek je in het andere stukje vlees. Steek je er zo helemaal in. Deze gaan we nu daarop doen. Dit is ons motortje. En daar gaat de uiteinde van het stokje gaat daarin. En die andere die leg je hier neer. In hier deze inkeping heb je een stukje. Leg je hem neer. En dan heb je hier een knoppie. En die druk je in. En dan gaat hij ronddraaien. Pff, holy shit. Dit wordt lekker. Omdat er straks een beetje vet van onze porchetta komt, hebben we hier een heel klein stukje folie. Die doen we eronder. Zodat dat stukje folie alle vet opvangt. Want anders brandt het in je grill slash barbecue. En dan krijg je alcohol rook en dat wil je niet. En om zeker te weten dat die straks helemaal lekker klaar is, doen we een kerntemperatuurmeter erin. Kijk, die stoppen we zo in het dikste gedeelte van het vleesje. En dan gaan we voor een kerntemperatuur van 72 graden. En dan is je varkensvleesje helemaal klaar. Lekker, lekker. Een stukje afsnijden, broodje voor je mondje. Eten voor je fucking zieltje. Ons pakket is nu bezig op onze grill. En als hij straks klaar is, snijden we een mooie plak af. Flikken we op een broodje, rucola, mozzarella en een lekker uienjammetje gaan we erbij maken. Dit past fucking goed bij je porchetta. 500 gram rode uien. En die ga je in halve ringen snijden. Pak een sauspannetje, zet die op het vuur. 2 eetlepels boter doe je in het pannetje. Je pakt al je uien en die flikker je zo in de pan. 1 laurierblaadje, die flik
Jawel, in de pan doen. Half theelepeltje zout erbij. Mengen met elkaar. Je uien laat je nu gewoon 25 minuutjes gewoon heel langzaam stoven. Dat er een heel klein beetje bubbeltjes afkomen. Laat het maar 25 minuutjes staan. En na 25 minuutjes gaan we andere smaakstofjes erbij gooien. A few moments later. 100 gram suiker. Flikker je gewoon zo erbij. 150 ml rode wijn. En dat gooi je ook gewoon zo erbij. Roer je even heel de boel door elkaar. Zet je uitjes op je allerkleinste pitje die je hebt. En het vuurtje zet je op zijn allerlaagst. En dit laat je nu ongeveer 3 kwartier. Laat je dit gewoon zachtjes inkoken. En dan krijgen we straks super lekker jammetje. One eternity later. En na 3 kwartiertjes is je uienjammy ook helemaal klaar. Kijk, vuurtje uit. En kijk eens. Kijk eens hoe dik het geworden is. En die doe je allemaal zo in een bakje. Het enige wat we nog hoeven te doen is te wachten op het stukje vlees. Kerntemperatuur 72 graden. Snij hem, plak af, pleur op een broodje. Jam erop, sla erop, mozzarella erop. Lekker man. Kerntemperatuur is bereikt. En wat we nu willen doen is, we willen ook de buitenkant een beetje krokant gaan maken. Dus wat gaan we doen? We gaan alle vuurtjes van alle pitjes gaan we vol aanzetten. Met de deksel open en dan laten we hem 10 minuutjes langzaam ronddraaien. En dan hopen dat hij een beetje krokant wordt. Heet. Alle fuego's doen we aan. Paketta helemaal klaar. Kijk, doe je zo alle vuurtjes uit. Is het heet? Nee, is niet heet. Kijk dan. We gaan een broodje maken. Als het huidje een beetje begint op te poffen, moet je horen. Crispy. En dan laten we hem gewoon even 10 minuutjes met rust. Eventually. Oeh, heet, dat is wel heet. En dan schuiven we hem zo. Auw, krijgt het vinketering. Komt u net van de barbecue. Auw. Van een stukje vlees af. Oh. Oh my god. Wel het touwtje weghalen, anders krijg je touwtje in je bek. En dat is niet lekker. Ik krijg hier wel een half van. Plakken afsnijden van onze paketta. En die gaan we op een ciabatta doen. Kijk hier zo. Pak een goed scherp mes of een kartonmes. En ga dunne plakken afsnijden. Kijk hier. En je hoort hoe crispy dit is. Dit is heel erg sexy. Dat is heet. Pak ons ciabatta en die snijden we gewoon zo door het midden. De onderkant royaal bedekken met onze uienjam. Heb hier gewoon een goede hand met rucola. En wat doe je? Die doe je zo op het broodje. Buffelmozzarella. En die gooi je zo op je rucola. En nu gaan we onze plakken porchetta gaan we erop doen. Kijk, heb je hier zo'n één plakje? Heb je hier nog een plakje? Je pakt je bovenkantje beet. Doet die zo op alle stukjes. En kijk eens hier, dames en heren. En kijk dit dan. Dit is toch een sandwich die je in je bekje wilt houden. We gaan deze even in 3 gelijke stukken delen. Huppatee. Broodjes, porchetta, speciaal voor je bekkie. Dit wordt fantastisch, dit is lekker. Eet smakelijk. Dit is een fantastisch broodje. Langzaam geroosterde porchetta met uienjammy en ciabatta en alles erop en eraan. We gaan gewoon een hapje nemen. Eerst gewoon nog crunchy. Dit is fucking lekker. Buikspek, super juicy. Met de sinaasappel, witte peper, venkel. Samen met die uienjam is echt niet normaal. Dit is tantoe lekker broodje. Ik ben een beetje verliefd op dit broodje. Ja, snap ik. Ben je maar verliefd op mij? Altijd. Altijd. Alle tijd die je in dit gerechtje hebt gestopt, is het meer dan fucking waard. Porchetta is gemaakt met een rotisserie opzetstuk. Die kan je gewoon op je grill zetten, vastmaken, elektriciteit dingetje eraan. En dan gaat hij gewoon langzaam ronddraaien. En omdat Nicky Toot van jullie houdt, krijg je 15% korting als je de code LEKKERMAN gebruikt. Linkje staat in de beschrijving van Bernard. Klik daar vooral op, voer die fucking code in. En krijg 15% korting op alle spulletjes van Bernard die er staan. Van mij, voor jullie. Dit is een lekker stukje vlees, dit is een lekker broodje. Ga gewoon maken. Hartstikke lekker. Volgende week zijn we weer terug. Nieuw gerechtje. Hartstikke lekker voor je mondje. Lekker man.